Ik hoop trouwens niet dat je mijn sokken ziet. Ik heb mijn kerstsokken aan. Outfit. Dit meshtopje is van... Misschien de gratie te verhuurstel. Vlog. Ik ben Floor voor als je nieuw bent en veel kijkplezier deze week vlog. Zoals je kunt horen ben ik nog steeds ziek en ik ben vandaag ook vrij. Ik ga niet werken. Mijn keel is helemaal dik. Dus ik moet vandaag ook naar de dokter en waarschijnlijk krijg ik dan een kuurtje. Ik ben blij dat ik in ieder geval kan praten, want ik kon bijna niet praten. Dus dit is niet echt een leuk begin. Maar ja, ik heb het nu al een week en... Ik dacht dat het vanzelf wel over zou gaan. Niet dus. Dus ik dacht, nou, dan gaan we het maar wel even voorzichtig aandoen en uitzieken. Dus vandaag ga ik dat ook doen. Ik ga uitzieken en hopelijk slaat die kuur aan die ik ga krijgen. En dan ben ik weer de oude en beter, want ik haat dit en ik zweet me kapot. Ik ga zo echt even douchen. Zo, ik ben thuis van de dokter. Dokter. En ik ze hadden van alles gekeken en zo. En toen moest ik een vingerprik en... Of zo'n prikje. Dan konden ze zien of ik infectie had opgelopen en zo. En ik heb wel iets opgelopen, maar niet dat ik gelijk behandeld moet worden. Dus we gaan het gewoon lekker uitzieken. Ze zei ja, dat kan wel 2 weken duren. Nou, mag ik hopen van niet. Ik ga zo even douchen, want ik heb het zo warm. Ja, dat wordt dus eigenlijk alleen maar rusten en uitzieken. Dat is tenminste wat zij zei. Ik ga wel bezig met theorie zo. Want het moet gewoon van mezelf. En dan laat ik het schoolwerk wel zitten. Dan doe ik dat volgende week wel of zo. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En je zou wel denken, wat doe jij nou? Ik ga er wel naar school. Maar niet naar alles. Ik ga naar 1 bepaalde les en dan ga ik weer naar huis. Omdat ik die niet wil missen. Dan weten jullie dat. Poeh. Ik heb heel slecht geslapen. Ik werd vannacht de hele tijd wakker. Dat heb ik echt de laatste tijd de hele tijd. Maar ja. Dus dat is wat ik nu ga doen. En daarna ga ik weer snel naar huis. Zo, ik ben alweer thuis. En ik heb even mijn huid even ingesmeerd. Met dagcreme. En ik heb uiencreme hieronder gedaan. Ik weet niet of je het kan zien. Maar door zo vaak mijn neus te snuiten is die helemaal pijnlijk geworden. En uiencreme is voor geïrriteerde huid. Dus dat heb ik even opgesmeerd. Ik ga me even omkleden. Legging aan. Pyjamaatje aan. En dan ga ik in bed liggen. En morgen ben ik vrij, dus kan ik ook nog uitzieken. En dan hoop ik dat ik donderdag dus weer beter ben. Dus dat is wat ik ga doen. Heel erg sorry hiervoor, want ik vind het ook saai dat jullie dit nu zien. Maar ja, ik had het liever ook anders gewild. Maar goed, ik heb even mijn pyjama aan en dan duik ik het bed in. Het is ook ijzig koud. Het was echt niet chill op de fiets, maar ja. Dan rooi ik op wel. Oh, dat doet zo pijn. Daar word ik dus wel echt gelukkig van. Ik ga vrijdag met mama lunchen. En dan ga ik nog naar de Action. Maar dan ga ik gelijk die fairy lights halen voor hierin. En dan ga ik ook alle cadeautjes halen voor loodjes en zo. Dus ik heb er wel heel veel zin in. Ik vind het zo cute. Ik word hier wel heel gelukkig. Oh, ik ben thuis. Ik heb net gesport. Slecht idee. Ja, ik ben echt zo slap. Maar wel goed. Dan kan ik alles eruit zweten. Ik ga vandaag samenvattingen maken, theorie leren en rust gaan doen. Dus ik ga nu even douchen. Ik hoop dat je me hoort, want de douche staat aan. Maar gisteravond dacht ik al, ik kan wel weer sporten. Gewoon rust gaan doen. En vanochtend dacht ik, oh my god, wat doe ik mezelf aan? Maar dan kun je niet meer afmelden. Dus toen ging ik maar gewoon dus nu douchen in mijn haar was, want het is super vet. En even weer die zilvershampoo toner erin doen. Zo, ik heb weer... theorie examen gedaan en wat dingen samengevat van een boekje ben ik bijna klaar mee. Dus ik ben heel blij. Ik had maar 1 fout te veel, dus ik had hem bijna gehaald. Dus ik moet gauw alleen nog de andere helft van het boekje samenvatten. Zet ik dat hier ook in en dan hoef ik alleen nog maar examens te maken. Dus ik ben goed op weg en dat is dat. Daar ben ik nu klaar mee. En mijn bedje is weer heerlijk schoongemaakt en opgemaakt. En ik ben goed bezig geweest, dus het is nu 3:10 volgens mij. Kijken. Ja, en ik stop nu ook overal mee, zodat ik nog even mijn rust kan pakken. Zo, en het is alweer 's avonds en ik heb lekker gegeten. Ik ga lekker editen. De vlog af editen.
voor aankomende zondag. En ja, vandaag druk geweest. En eigenlijk heel veel gedaan. Maar, of nou ja, gedaan qua theorie en zo. En ook gewoon goed mijn rust gepakt. Dus ik hoop dat ik morgen weer lekker tegenaan kan. Want dan ga ik weer naar school. Ik voel me op zich wel weer prima. Alleen mijn neus en mijn keel, die werken echt niet mee. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik laat jullie even mijn outfit zien. Shirtje is van Chiquelle. Broek is van Lily. En mijn schoenen van Moes, want het. Ik ga snel eten. En dan ga ik naar school. Ik ben helemaal nat geregend. Het regent dus heel hard en het is 10 uur en ik heb alweer weekend. Want de les viel uit. Dus ja, donderdag 10 uur weekend. Prima. Ik ga even theorie leren. Ik kom echt net thuis trouwens. En ik heb vanmiddag rijles. Of nee, om 4:30 heb ik rijles tot 6 uur. Oh, ik heb mijn bad aan. En vanavond ga ik naar papa. Ik voel me best wel goed. Keel is vergeleken met gisteren echt top. Of nou ja, nog niet helemaal, maar best wel goed. Dus ik ben helemaal blij. En ja, dat ga ik doen. Ik doe even een staartje op mijn hoofd. En dan let's go. Zo. Daar ben ik weer. Ik ga zo rijden of ik heb rijles. Dus ik ga mezelf een klein beetje vaccineren. Voor het eerst in het donker ga ik rijden. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoor een auto. Oh. Hij is er al. Ik ga rijden. Doei jongens, daarna ga ik eten. Ik hoop trouwens niet dat je mijn sokken ziet. Ik heb mijn kerstsokken aan. Zo, ik ben thuis. Pak even mijn lader. Got it. Was echt lachen man. In de spits en in het donker rijden. Het is echt zo wennen. Echt. Het was echt even heel raar zo. Ik ga lekker eten, want het is 6:10 en ik heb nog niet gegeten. Dus de pizza zit in de oven en die is zo bijna klaar. Ik zie er echt niet uit, maar ja, boeien. Dus die ga ik hier op in. Yummy. Ik kan niet eens goed lopen. Want ik heb zoveel spierpijn van gisteren. Ik ben net een pinguïn. Hi. Poepke. Hallo daar. Ik heb zin in morgen. Morgen ga ik naar de Action. En lunchen. En allemaal loodjes, cadeautjes halen en zo. Oké. Wat een dikke moppel, hè? Niet, hij is niet dik. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik zie er niet uit, daar ga ik zo wat aan doen. Ik ga zo lekker douchen en opmaken. Ik ben net een soort van wakker, zeg maar. Ik heb hier een hele werkplek gecreëerd met de laptop en mijn computer. De video's aan het uploaden en ik kan hem al uploaden, oké. Okay. Wat is er dan? Ik kan het niet zeggen. Oké, okay. Dus die staat ingepland nu. Oh, fuck my life. Dus ja, dit... gaan we maar even opruimen zo. Dus ik ga nu even dit al allemaal opruimen. Dus even heel mijn kamer opruimen. Is dat weer helemaal netjes. Dan ga ik mijn planner invullen voor volgende week. Dan moet ik iets doorlezen van een horrorcollege. Zodat ik dat een beetje weet. Ik heb hier eigenlijk, sorry, echt geen zin in. Oh my god. Let's go. Zo. En after. Maar ik ben nog niet klaar. Fuck my life. Girl, je weet dat ik je mis nu. Zeg maar wat is die tijd? Dat wij alleen maar samen willen zijn. Baby, wacht dat alles mis. Voilà. En verder is het helemaal netjes. Dit is wat ik aandoe. Gewoon weer mijn geliefde leren broek en deze trui weer. Maar dit komt omdat ik van deze trui een foto moet maken. Dus daarom doe ik die trui en broek weer aan. Maar het is ook echt, ik ben echt verliefd op die broek en op die trui. Dus ik vind het helemaal niet erg. Zo. Zo. En dan kan ik ook eindelijk een beetje wat dingen hier opruimen. Want ik ga dus de cadeautjes halen voor loodjes. En dan ben ik van plan daarin te doen. Dus dan kan ik dat weer opbergen. En dan is het weer clean in mijn kamer. En niet zo'n bende. Dus I'm happy. Ik ga nu even lekker douchen, tanden poetsen en zo. Want dat heb ik nog niet gedaan. Ik moet straks ook klaarmaken. Want daar heb ik al heel erg veel zin in. Want nu zie ik eruit als een zwerver. Nu we toch lekker bezig zijn, before... En after. Maar ja, dit kun je gewoon niet netjes houden. Oh ja, jongens. Het is bijna tijd voor mijn nieuwe plannen. Want het is bijna oud en nieuw. Nieuwe jaar. Oh, daar ben ik wel heel erg blij mee. Nou, top. Even een momentje. Hoe perfect. Oké, laat maar. Het is toch niet zo perfect. Het leek heel perfect.
Die balkjes heb ik net geplakt. Het leek echt heel perfect, maar volgens mij valt het wel vies tegen. Nou ja, het ziet er wel perfect uit zo. Zo, ik ben ready om te gaan. Ik heb mijn haartjes gesteld. Ik heb mijn make-upje opgedaan. Of nou ja, make-upje. Rode lipjes van bij mijn trui. Vond ik helemaal leuk. Deze trouwens van Catrice. Is gewoon van Catrice, echt. Ja, super makkelijk. Echt goedkoop. Ja, dus ik ben ready. Ik doe nog even mijn schoenen aan, mijn laarsjes. En dan gaan we denk ik een keer zo van door. Ja, en dan gaan we lekker naar de action daarna. Daar heb ik lekker veel zin in. En ik heb ook zin om mijn haar te verven. Heeft die? Ja. Doe hem omhoog dan. Ja, dat ja, dan gaat hij ook niet weg, hè. Doe hem omhoog. Holy shit. Laat zien. Waar is die dan? Ja, ik zweer het je. Jester is heel lang weg. Nee, hey, ik zweer het. Ah, daar is die. Oh, wow, die is echt groot. Ik durf niet. Hij is helemaal niet groot, jongen. Wel, maak hem gewoon dood. Are you ready, bitch? Yes. Met je natte haren. Moet nog een before van haar haar maken, want ze gaat morgen haar haar verven. Ja. Spannend. Wow. Voor het eerst in het leven gaat ze haar hele haar verven. Ja, maar moeten we even een foto maken als het droog is? Ja. Oh, dat staat ze net niet. Nee, ik ga voorin. Nee, ik ga voorin. Ik ben oudste. Oh. Ik ga voorin. Ik ga wel rijden. Ik rijd maar. Nee, ik rij. Ik kan heel goed rijden. Hallo, wie heeft deze hier dicht gedaan? Weet ik niet. Ik heb dit nog vast. Ah, oh, misschien de garage. Ik wou net zeggen, ik ging zitten. Misschien de garage, want dat hebben ze ook met deze voorste stoel. Nou moet ik nu door mijn panty gaan krakken. Dat is een beetje lullig. Wij willen deze. Lomp groot. Wat dacht je, Britt? Dat het tietenverhuur stond. En er staat tentenverhuur. Lekker man. Jij komt er wel. Lekker lunchen. Britt heeft eet kip. Oh, die ziet echt lekker uit. Mama heeft tomatensoep. En ik heb dit. Iets smakelijk. Wie is het lekker? Oh nee. Oké, voor papa heb ik allemaal kerstversiering gekocht. En voor loodjes ook hier. En nu ga ik met Laurens naar de kruidvat, want ik moet nog andere loodjes cadeautjes halen. Dus dat is goed. Dus nu ben ik benieuwd. Hoe moet dit open? Hoe moet dit open? Rap. Nee. Oh. Hoe kan hier olie in zitten? Ik snap het niet. Nou ja, cool. Dan gaan we even ons haakje. Grapje echt niet. Nou, mooi, dank u. Sinterklaasje, grapje zelf gekocht. Zelf gekocht. Zo, ik ben weer thuis en het is zaterdag. Ik heb 10 uur gewerkt en ik ben weer thuis, zoals ze net zei. Oh, ik heb mijn jas nog aan. Ik weet niet waarom, maar dat ging per ongeluk. Ik ga nu ook eten, want mijn moeder had het eten alweer klaar. En het is ook een pikdonker buiten weer. Echt in het donker weg en in het donker thuiskomen. Maar ik heb 2 scrunchies binnengekregen. Eigenlijk kun je het echt niet goed zien in dit licht. Omdat het zo donker is. Ik laat het even zien. Ja? Al 5 kalender opengemaakt. En? Dit was het eerste. Britt heeft adventkalender van Easy Paris. En dit is het eerste wat erin zat. Spoiler alert. Een oogschaduwtje. Ja, het is wel mooi. Ik heb beetje een geswat. Geswatcht. Ja. Geswat. Dus dit kijk, zijn bruine kleuren. Zou ik even laten zien? Oh, die rechts is mooi. Oh, ja. Zie je? Ja. Is die wel is mooi. Echt mooi. Ja. Maar dit is ook een haargevecht, maar nu kun je het niet goed zien. Wacht, ik ga even schrijven. We hebben before en after. Ja, we hebben before en after, maar heel erg mooi. Met askleur en dan gewoon... Kijk, dit is een scrunchie die ik binnen heb gekregen. Ik krijg nog een zwarte. Op beeld lijkt het al heel blond. Zie je dat? Maar het is eigenlijk... Ja, het is donker. Het is oranje. Ah, nou, ik heb geen oranje haar, man. Donker. Het is gewoon donkerblond, man. Het ziet er echt mooi uit als het in het echt zo uit. Nou ja, het kan niet goed zien, maar het echt is echt zo mooi. Nou, top. En dit zijn de scrunchies. En je ziet het niet goed, maar... Een lichtroze, heel erg mooi. En
Dit is echt heel zacht luipaardprintje. En deze heb ik gewoon van Ali. En een zwarte komt nog binnen. Dus op AliExpress besteld en super goedkoop. En ik vond deze heel erg leuk. Dus ik ga dit vanavond denk ik in doen. Met zo'n halve staart. En dan denk ik luipaard. En ik vind mijn haar echt heel erg mooi grijzig. En ik ga gewoon naar de kapper touch-up doen. De onderkant. Ik ben echt blij mee. Maar ik ga nu eten en daarna ga ik even chillen en klaarmaken. En dit indoen, want ik vind het zo mooi. Dus, kijk. Ik heb hem even heel erg snel staart in op mijn hoofd gecreëerd en een crunchie in. I like it, a lot, lot. Nou, nu ga ik snel eten. Auw. Oh. Yes, zo, ik heb gedoucht. Ik heb even een knotje in mijn haar. Ik heb me omgekleed, gewoon dit shirtje aan van Chiquelle. Super leuk cool truitje. En deze lekkere wijde broek van Chiquelle. Doe even mijn sloffies aan. En echt heel, heel, heel kut. Maar ik heb dus al bijna 3 jaar met Laurens. Echt leuk. Maar ik heb dus toen mijn eerste verjaardag gaf hij mij een ring. Echt zo lief. En zo mooi. Maar ik ben dus nooit van het kwijtraken en zo. Maar inderdaad, het al, hij is weg. En ik snap het niet, want ik had het voor rijles nog om. En die avond, toen was hij weg of zo. Toen dacht ik opeens, waar is mijn ring? En toen heb ik overgegeven, want kijk, zoals jullie weten heb ik hier mijn sieradenbakje. En daar doe ik altijd alles in. Maar mijn ring mag er niet meer in. Dus ik heb al tegen Van Rijles gezegd, zit hij toevallig in jouw auto? En tegen pap gezegd, is hij toevallig bij jou of in de auto of iets? Maar allebei zeggen ze, nee. Dus het moet ergens thuis liggen of op straat. Maar dat lijkt me niet. Want ik ben eigenlijk helemaal niet echt buiten toe geweest. Ja, alleen om naar de auto te lopen, weet je wel. Dus ik snap het niet. Waar heb ik hem dan neergelegd? Want dat zegt niks voor mij. Ik doe hem nooit zeg maar af. Alleen als ik ga slapen, dan leg ik hem in een bakje. Dus of hij moet afgegleden zijn en hij is helemaal kwijt. Maar dat vind ik echt niet leuk. En Laura zei, maar het maakt niet uit. Maar dat maakt helemaal wel uit. Dus ik zit hem als een malle te zoeken. But I can't fight it. And I'm mad. I'm so mad. I want it back. Dus dat vind ik niet leuk. Dus daar gaan we nog even met iedereen mee zoeken. Iedereen weet ervan, dus dat is fijn. En goed, ik ga mijn nagels lakken. Dat wou ik zeggen. Want ik mag met werk eigenlijk nooit nagellak op. Dus dat heb ik ook nooit. En vroeger had ik elke dag nagellak op, zeg maar. En nu eigenlijk al heel lang niet. En ik had toen laatst een keer acrylnagels. En dat is uitgegroeid. Of nee, heb ik eigenlijk afgetrokken. Want ja, uitgroeiend ging er maar niet af. Dus ja, ik trok het hem af. Super slecht. Nou, en toen waren mijn nagels helemaal verkrekt. En toen heb ik het dus met rust gelaten. Nu zijn ze weer normaal. Dus ga ik even een kleurtje uitzoeken. En ik heb hier al mijn nagellakjes. Ik heb laatst alles toen een keer uitgezocht. Toen ik dit ding kreeg. Want ik had echt een doos vol, vol, vol. Maar oh, het is echt nog wel een bende. Maar alsnog had ik het helemaal kleur bij kleur, weet je wel. Maar dat is dan niet meer. Dit zijn mijn favorieten. Van, hoe heet die ook weer? Ik heb zo lang niet meer gepakt dat ik het niet meer weet. Sally Hansen. Oké, ga ik voor... Oh ja, deze is zo mooi rood. Oh, het beeld lijkt het trouwens. Ik heb het heel helder. Het is hier namelijk ook best donker. Kijk. Bordeaux of ga ik voor oud roze? Of ga ik voor licht roze? Of voor deze? Deze vind ik ook mooi. Struggle. Ja, ik ga voor deze. Die past ook heel erg bij mijn truitje. Dit is Sally Hansen 110 Birthday Suit. En dit is eigenlijk de topcoat, maar die is op. Dus ik pak wel even deze topcoat. Top. Een vel, die ligt hier ook als het goed is in. Ja, hier. En een olie. Top, ga ik mijn nageltjes lekker doen. En toen was het alweer bijna 8 uur. En komen over 10 minuten mijn vriendinnen. En moet ik me nog klaarmaken. Ik heb dit nog de hele dag op. En ik heb nog een knot in van douchen. En ik ben best wel moe. Oh my god. Oeh, ik heb mijn nagels gedaan. Gel lak gedaan. Echt super mooi. Ja, ik ga mijn haar even doen en ik vind mijn knotje wel leuk. En dan ga ik even alles klaarleggen beneden. Hapjes, drinken, dus dat. Zo, nou, ik vind het helemaal mooi. Geen zin om mijn haar te doen. Ze komen. Ik hoor ze. Goedemorgen allemaal. En het is alweer zondag. En het is zo regenachtig en grauw. De lucht is echt wit en het is echt aan het regenen zo. Ik zie het er ook niet uit. Ik moet me nog vliegen. Kijk, dit is het. En het is al bijna 11:45. Ja, ik ga me zo echt heel erg klaarmaken. Want daar heb ik gewoon heel erg zin in. Vandaag ga ik naar oma. Want mijn oma is 5 december jarig. Maar ze viert het vandaag. Dus daar gaan we heen.
En vanavond gaan we commenten met mijn moeder hier thuis. En Laurens en ik en Britt en Jesse. Ik ga straks mijn haar krullen. Ik ga outfitje uitzoeken. Ik ga me opmaken. Ik ga me even helemaal flieken. Daar heb ik echt zin in. Dus dat is wat ik ga doen. Vooral mijn haar krullen heb ik zin in. Ik hoop dat het lukt, anders ga ik echt huilen. Want ik ben er altijd heel lang mee bezig en dan blijft het maar 5 minuten zitten. Maar ik heb dus nu de nieuwe krultang, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dat. Ik heb net die video van Marsha gezien, die 1 uur en 8 minuten duurde. Die opnamevideo, oh, ik werd daar echt zo gelukkig van. Dan wil je ook gewoon alles hebben, hè. Dat is echt erg. En net nog van Rijn dus de vlog gekeken. En nu ga ik me even flieken, ja. Ik ga even tandjes poetsen. En kleding uitzoeken. Ik weet echt niet wat ik wil. Trouwens, ik laat jullie even de kerstboom zien. Want wij hebben een kerstboom. Kijk, wij gaan hier. Dit is onze keuken. Het is trouwens heel erg donker, maar goed. Zo, dit is onze keuken. En wij hebben altijd hier zo in de hoek de kerstboom staan. Want het is heel groot. We hebben een uitbouw toen gehad. Dus dan schuiven we altijd de tafel helemaal daar. Of niet helemaal, maar gewoon een stukje. En dan past hier de mega grote kerstboom. En dan hebben we heel vaak in de woonkamer hier ook een mini kerstboom. Of nou ja, ook een kerstboom, maar niet zo groot. En nu doen we een kleinere variant en die zetten we op dit tafeltje. Dus we hebben 2 kerstbomen beneden. Dat hebben we heel vaak. En ik laat jullie de kerstboom zien. Oh my god, hij is zo groot. Het is echt niet normaal. Zien jullie dat? Ik ga niet naar buiten, want het is koud. Echt mega groot. Zo mooi. Dus die komt in de woonkamer. Of ik bedoel, in de keuken. Yay. En nu ga ik me omkleden. Ik had jullie nog beloofd om van deze Smashbox een review te geven. En ik heb het nu een paar dagen gebruikt. En ik vind ze heel erg fijn. Ik vind deze voor alle dag heel erg fijn, want hij is wat luchtiger. En deze vind ik heel erg fijn. Ik heb trouwens muziek op, sorry. Deze vind ik heel erg fijn als ik echt full glam ga. Dan is hij wat dikker, zeg maar. En ja, deze fixing spray, primer water, is echt zo fijn. Gewoon super chill gewoon, zeg maar. Dit is de holiday set. Dus ja, ik vind ze echt super, super fijn. En ik gebruik deze dan ook in mijn alledaagse stash, zeg maar. Voor, die ligt hier. Zo. Gewoon voor altijd, zeg maar, alledaags. En deze dus om, als ik echt full fleek ga en op een zaterdagavond, zoals nu, zeg maar. Ja, en deze heb ik dus puur even getest. Dus deze gaat nu even in de backup, anders vind ik het zonder. En dan maak ik eerst deze van de Essence op. En dan heb ik als backup die. Dus dat is dat. Wie kent dit liedje nog dan? Ano money sa me suku, so so yumi afanudu. Deyanganiti. Ano money sa me suku, so so yumi afanudu. Deyanganiti. Deyanganiti. Moi fesi, moi meisho. Deyanganiti. Ik ben klaar! Oh my god, kijk. Het is zo goed gelukt. Ik ben er zo blij mee. Voilà. Jee, het is echt heel erg mooi. Dus ik ben heel erg blij met deze krultang. Nogmaals, hij is van Remington. En ik had korting en alles. En helemaal leuk. Het is geen sponsor. Nee, ik heb het gewoon zelf gekocht. Ja, ik ga denk foto's maken. En, ik word zo namelijk ook opgehaald over 10 minuten of zo. Nu lijkt het wel echt dat ik heel kort haar heb, hè? Nee, boeien. Dus dat. I'm super happy with it. En wow, what the fuck. Opeens gaat mijn horloge af. Oké, maar mooi, want dan kan het zo lekker uitzakken. Ik heb outfit. Dit meshtopje is van Lovies en deze is van Lily. Kettingen van de H&M, scrunchie Ali. Broek is van Lily Naked. En de schoentjes van Most Wanted. Dus I'm ready to go. Yay. Dus ik ben klaar. Ik ga er nu ook vandoor naar oma. Ik neem jullie gewoon gezellig mee. Kappie. Het was alweer 's avonds en het is donker. Dat zie je ook wel. Ik heb Boezoek Vrouw gekeken, de laatste aflevering. Dat doet me altijd echt leuk. Maar ja, stom dat het nu stopt. Maar goed.
Laus is naar huis, helaas. En ik ga lekker slapen. Ik ga even deze troepje opruimen van de vanochtend, vanmiddag. En dan ga ik lekker in bedje liggen. Dus dat is wat ik ga doen. Ik sluit dus ook voor nu de vlog af. Ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden. Abonneer zeker even op mijn kanaal. En volgende week staat er gewoon weer een gloednieuwe weekvlog online. En extra video's dus. Tot dan en bedankt voor het kijken. Doei doei!